Dan moet ik morgen een deur gaan hangen. En dat is een plaat van 40 mm waar ik al die groefjes in gefreesd heb. Maar nou, daar sta je nogal aan te sjouwen aan zo'n deur. Want die moet je zo in je handen houden en dan in die scharnieren te krijgen. Nou had ik een gedachte van als ik nou twee van deze klemmen heb en ik doe dat om die deur, dan kan ik hem zo, als een handvat, heb ik hem zo vast, kan ik hem optillen. Nou, ja, hoe hou je ze dan ook stevig aan elkaar, die twee haken? Want dat blijft natuurlijk niet zo zitten. Dacht ik eerst aan twee moertjes erin, vleugelmoertjes. Maar die moeten er ook weer uit als je hem natuurlijk weer eraf wil halen. Dan kan je, want anders zit je misschien dat ik hem er niet uit kan krijgen. En nou kan dat wel. Dan zitten hier die gaatjes zitten corresponderend zo. Maar dat is te groot voor 40. Ja, dat is iets te groot. En daar zou ik nieuwe gaten in. En vervolgens dacht ik, als ik nou een holle peep heb waar die in past. En dat er zo in maakt, dan heb je een keurig handvat ook nog. En dan hoef je, en nou is dit natuurlijk te groot aan één kant. Zo. En dan kan je natuurlijk een latje in maken. Dat is. En dan kan je klemmen. Maar dan gaat hij nog schuiven als je hier aan gaat trekken. Dus je moet toch een keertje een stift er doorheen boren. Dat hij op zijn plaats blijft. Dus dat ga ik nou eens maken. En ik ga eerst dat latje erin maken en een stukje van dit vierkant aluminium pijpje ga ik afzagen. Ongeveer de lengte van deze ene, dat is lang zat. Nou, als ik hier nou een gaatje in boor op het eind, hier zo in het begin, met een vleugelmoer, dan heb ik hier een goed handvat. En dan kan ik zo die deur oplichten. Misschien om die deur niet te beschadigen, dan zou je hier een stukje rubber op moeten maken. Zo, ik heb nou die rubbertjes ertussen. Eens kijken, zo, helemaal aangesloten. Ik heb hier een stukje triplex erbij gedaan als speling. Dus die rubbertjes zitten ertussen. En als ik dit nou zo vastzet met een lijnklemmetje. Zo, dan kan ik hier een gaatje boren. Zo, kijk hier ergens.
goed. Doe ik gewoon eerst het moertje erop. Misschien dat ik een vleugelmoertje ga opzoeken die erop past. Dan kan ik er makkelijker... Het hoeft natuurlijk niet strak te zijn. Maar hij moet alleen op zijn plaats houden. Dat ik, als ik dit doe, zo, op de deur, dat ik er aan kan trekken. En dat gaat. Ik ga hier een stukje afzagen. En dan ga ik even kijken, dit rubbertje erop lijmen. Zo, dat die deur niet beschadigt. Nou, even wachten tot het een beetje droog is. Als je vinger een beetje aan blijft hangen, dan is het goed. Het geeft niet echt meer af. Dan moet hij in één keer op de goede plek zitten in het midden. Oeps. Zo. Nee, niet helemaal. Zo. Zo. En hier komt deze. Zo. En dan gaat hij er zo met dat triplexje. Klem ik hem vast. Is die morgen uitgedroogd. Zo, goed klemmen. Dat hij lekker blijft aanzitten. Dan heb ik een rubbertje dat hij afschermt. En dan kan ik zo eraan trekken. Dus morgen gaan we in de praktijk brengen. Dus ik heb hier die maat van die 40 mm van de deur. Een triplexje als extra speling. En hier zit het rubber. Nou, en als dat triplexje weg is, dan kan hij een klein beetje schuin. En dan kan ik eraan trekken. En als die eenmaal hangt, dan haal je hem even uit elkaar. Ja, dan is het natuurlijk de kunst dat je dat gaatje hier leuk terugvindt. Dat is natuurlijk het punt. Misschien zet ik hier met een viltstift een lijntje op.